al. Ik durf echt niet meer naar mevrouw. Twee ribben zitten in de knoop. Eén weet dat geef wanneer ik loop. Dan hebben twee deuken in mijn test. En paars en groen zien heel de rest. Ik kan maar amper blijven staan. En waarom? Omdat ik aan de voetbalmet heb meegedaan. Ja, als ik je moet vertellen hoe ik Hannes van Peuteren, een eerzaam burger van Lutjebroek, daartoe gekomen ben, dat is een hele geschiedenis. Ik had al zoveel gelezen over dat voetbal en over de wedstrijd Holland-België, Holland-Engeland, Holland-Buitkloot en weet ik veel wat al, dat ik er half gek van werd. Ik begon thuis ook al te voetballen. Ik schopte de ijzeren pot in de hoogte, zodat die bovenop mevrouw de test terecht kwam, maar die voelde ik verspoord en die begon te razen en te schelden. Toen heb ik een zoontje van mijn buurman in de sloot gekocht. En toen zei mijn vrouw dat ze de veearts zou vragen of ik direct naar Merenberg moest of dat ik nog een klein beetje kon wachten. Ik denk, dan smeer ik hem en ik op de trein naar de wedstrijd België-Holland. In de trein begon het al. Je hoorde over niks anders dan voetballen. En dan allemaal van die Latijnse woorden bedoel. Zoals corners en frekicties. En dan hadden ze het al door over een goal. Of het nou een wit of een rode kool was, dat weet ik niet. Maar ik hoor ze zeggen, als Geubel in de kool staat, dan komt er geen één in. Nou, ik had nog nooit gehoord dat ze ook met een kool konden voetballen. Maar ik denk, afijn, dat zou je wel zien. Nou, eindelijk kom ik op het terrein. Ik betaal mijn entree. Ik geef een briefje van 10 gulden. Ik kreeg geen cent meer om. Omdat ze me vannacht van al maar opdouwden. En daar stond ik ineens midden op het terrein. Toen komt er ineens zo'n meneer naar mij toe, in zo'n kuitbroek, en die zegt, goddank dat je er bent, je moet invallen. Ik zeg, vent, val jij in? Ja, zegt hij, ik ben bof. Ik zeg, ja, dan zie ik wel dat je een bof bent. En meteen hadden ze mij in zo'n houten loodje gedaald, en trokken ze mij ook zo'n kort broekje en zo'n handdoekje aan. En toen zei die bof, wat wil je nou liever, binnen of buiten? Ik zeg, nou, ik ben maar liefst binnen. Goed, zei hij, dat is wel beter ook, want je bek is nogal lelijk. Ik zeg, vent, kijk jij naar je eigen bek. En net wil ik hem een opstopper geven, wordt er gefloten en dringen ze mij naar buiten in mijn oranje pakje. Hoera, schreven ze op de tribune, zei Esther. Ik denk, hoe kom ik hier in herennaam nou weer vandaan? En daar begonnen ze allemaal te trappen en te gooien tegen zo'n leren bal. Ik stormde ook mee naar de andere kant en ik ging meedoen. Nee, ga dan maar eens mee naar de andere kant en zal ik het verder vertellen.